Yo, met een nieuwe video van dit kanaal. Vandaag ga ik vissauw spelen op mijn eigen account. En vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je snel aan viscoins kan kopen. Dus we zitten nou hier op vissauw zelf. En ik ga jullie uitleggen hoe je snel aan fishbugs komt. Dus wat je eerst doet is je gaat bij selecteer wereld. Ga dus even naar wereld toe waar niet zoveel mensen in zitten. Bijvoorbeeld 4. Kijk, zie je dat er één speler in pinja. Vervolgens gaat doen. Is je gaat ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk schelpen oppakt. Ik heb er momenteel al veel. Moet jullie maar kijken. Ik heb er al 121. En dat is door middel van dit trucje. Dus we zitten dus zo in de server. En dan moet je proberen even een paar schelpen op te pakken. Alleen we zitten nou dus in een server met een paar mensen. Dus ik ga even een andere server vinden waarbij er eigenlijk geen één in Pinjarra Beach is. Waardoor we gemakkelijk schelpen op kunnen rapen. Dus ik zie jullie zo. Ik heb dus nou een server gevonden waar 3 mensen in zitten. Kijken of we daar meer geluk hebben. Ah, er zit weer één in. Maar eens kijken of die traag is of die wat niet doet. Dus even kijken. Tot zo. Zoals jullie nu zien ben ik dus nou in de game gekomen waarbij iemand stilstaat. Dus die pakt geen schelpen op. Nou, zo kunnen wij heel gemakkelijk schelpen gaan pakken. Dus we pakken even een paar schelpen op. En dan zie ik jullie zometeen in een drugserver. Want daar moeten we natuurlijk de schelpen gaan verkopen. Dus we zijn haast klaar met dit rondje. Maak dit rondje af met schelpen. Dus ja, als dit rondje afgelopen is, dan gaan we in een drukkere server waarbij we de schelpen gaan verkopen. Tot zo, mensen. Nou zien jullie dus dat ik nou op het selecteer wereldscherm staat. Ik denk dat het niet handig is om in Nederland te gaan, want er zitten niet zoveel mensen in. Nou zie je dus heel veel servers hier. Alleen die servers die kun je niet aanklikken omdat daar mensen in zitten die een andere taal spreken. Dus dan gaan we mooi in Engels. Dan gaan we naar Pinjarra Beach. Want dat is de beste plek om te vragen. Want daar zijn meestal de goede mensen. Dus nou zijn we hier in de Engelse server. En dan gaan we aan de mensen vragen of ze schelpen willen kopen. Wacht even, ik typ dit even verkeerd. Zo. Ik heb het nou dus even getypt. Of iemand schelpen wil kopen. Dus het lukt nog niet echt, want ze reageren nog niet echt op mij. Dus we vragen het gewoon nog een keer. Oh, verkeerd getypt. Ik heb een beetje type aids. Even kijken of iemand gaat reageren. Anders hebben we een beetje een probleem. Oké, tot nu toe reageren ze nog niet echt. Maar dat maakt niet echt uit. Je moet de tijd er ook voor nemen, dus. Ik ga even kijken of ik iemand kan vinden die schelpen van me wil kopen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Yo mensen.